paar komen, denk ik. Hij zal het beu worden, vrees ik. Goed, dankjewel Jan. In het Kluisbos in Kluisbergen zijn de opnames gestart van De Bende van Jan de Lichte. Een nieuwe WTM-serie gebaseerd op het boek van Louis Pabon en met Matteo Simoni in de hoofdrol. Het verhaal speelt zich af in de 18e eeuw. Wanneer de bevolking van Aalst wordt onderdrukt door bezetters, ontpopt Jan de Lichte zich van ordinair struikrover tot vrijheidsstrijder. Tyfus, lepra, maakt niet uit. Als ze ziek zijn, dan loopt hij in de weg. Dan vraag ik me naar Kerkel. Het mistige Kluisbos is het decor voor De Bende van Jan de Lichte. Het is 1742. De dorpelingen van Aalst zijn de bossen ingejaagd door de Oostenrijkse bezetters. Struikrover Jan de Lichte, gespeeld door Matteo Simoni, komt na lange tijd terug in zijn dorp. Hij ziet de armoede en zint op wraak. Mag je dat vuur eens volle scheis? Aan de set is anderhalve maand gewerkt. Er zijn hutten gebouwd en 18e-eeuwse kostuums ontworpen. Je kan niet zomaar zeggen van ja, dat kostuum nou, dat trekt op niks, we gaan iets anders aan doen. Want ja, dan moeten ze dat ergens in Engeland gaan bestellen. Dus op dat vlak is het echt wel winnen. Kom in, kom in, dat konijn, dat stinkt. Oké, dat konijn weg. Hup. Het is zeldzaam, zeker in Vlaanderen, dat er zo heel de sets worden gebouwd. Gewoon. Dus in die vallei waar we vandaag hebben gedraaid, dat was eerst niks natuurlijk. En nu al die hutjes in de café. En, het is fantastisch. Is dat zo goed, publieke richting? Het is voor het eerst dat Simoni in een historische reeks speelt. Hij wil zich een jaar lang focussen op zijn rol en wil al die tijd liever geen interviews geven. Ja, ik kijk altijd tot daar, maar ik zal nog meenemen. De serie is gebaseerd op het boek van Louis Pabon. Struikrover Jan de Lichte en zijn compaan Tinke hebben echt bestaan. Maar de Lichte was wellicht minder nobel dan de vrijheidsstrijder uit de roman. Die twee compaanen, zijn dat nu helden of zijn dat criminelen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk dat mijn personage vooral een crimineel is, eerlijk gezegd. En Jan de Lichte, die schippert wat tussen de twee natuurlijk. En daar gaat volgens mij de reeks over. De opnames zijn net gestart. Pas in 2018 komt De Bende van Jan de Lichte op het scherm. Dat is nog even geduld. Hè. Het was wel perfect weer in dat bos, zo voor een sfeervol kaderen. Dat ja, wel, zo'n beetje mistig. Zo'n mooie herfstige dag. Ja, absoluut. Mooie herfstige dag. Winnaar, want er komen er nog zo aan. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. Het zijn er niet veel. Vooral veel bewolking en opnieuw de vorming van nevel en mist. Een kleine 10 graden krijgen we daarbij. Morgen gaan we weer richting...